Goeiedag en welkom bij deze live-uitzending van DTV. We zijn bij de Brunswijkmarkt en daar ga ik met de mensen praten over de staking die er vandaag aan de gang is. En het een en ander. Nou, ik sta hier bij deze meneer. Die staat al helemaal ready. Want hij is takwan tusani. Faye is jouw staking voor het idee? Hier en nog, in de voorspressie. Mijn bari, de president, want ik ben een vice-president. Samen taki. Als je het niet hebt, dan moet je het niet hebben. Want als je een foto dan is dat voor de moro. Dan staat dus een staak. Dan dat we een konden dat we een president met Adria Santorok. Want we hebben een film. Want dan hebben we een tijd dat ik een stem heb. Dan hebben we een tijd dat dat nooit. Want altijd hebben we een tijd dat we een staak konden hebben. Als je een koers is, saka. En de president de winkel, hij gomora tapo en we look follow we accept president de toalisi, mais quand le confesse d'appeler ina kondele du wanta sa nego moi. En someone tak oktu, y a fisa president tu, mais katak na a president mek asan de wanta la face wanta no moi, et fi luku maro weno oktu, dan a hier passi de nanga bousi. On a ministre fou oui, a dape na emu seta sanda tito. Y a to, a ministre fou oui, wan fi luku, da de ma luku na wansi na nikeri wang. Ja, de lelouk Marouweino, de lelouk Belkopondo, de mana vice-president wa elouk Alassie. En we begi tak president louko akondele moro boufasi. Want if ye louko de elouk tapo ansi nou na nikeri da in elouk Marouweino, in elouk Belkopondo, in elouk Soda. Mek afolok a yu opotak, te wo stem moro, mek ou stem masal. Ou ne mou stem jamanis moro, tamanje kiru na felom. Want nou amay mek mwotu kwa hadou kombaka. E korwe kisi. Et paysman vous ma gona falkadere et paysman vous ma dodati ma we axi a president tak ne ya sanat no magde meku awon bon kondre ala mek alas mali frey bisna hindustan bisna ya pani bis alas ma ko mal kul kul fa a vice president de woroko ay roko ki ala sei e fi siki ay se ni ko beteland e mona skoron ina mona yep e mona internet ay yep pa ina sosere vous on a president tre woroko tu bagray bia de ce president et on lay ici yi andak na folog. En contact avec Oustak, qui est là. En fait, il y a un mandat à Folok, qui est là. Il y a un mandat à Folok. Dans le bureau, il y a un mandat à Folok. Il y a un mandat à Folok. Il y a un mandat à Folok. Le président, il y a un mandat à Folok. C'est un mandat à Folok. Il y a 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 un mandat ala facha yepi ala ce wakama pe wakago ani keri waye waka isa dat mi bon tak ti de manting maluko na president ok to takita a reda Suriname faye chatori da boy mino telek nomi amine biribere ma defi fi reda kon de sa wetay ni da anu hebiso ma defi ki so am ti ko taki so ifo doison da ingo pe watra na nga faya ko taki dire doison sa ya over. Quand il y a fait vivre qui est discours, faire pas guider petit à tout connaître ce qu'on a en internet. À ça notre uno chien, t'es beau chien da à stacker les bords précis. Donc t'as qui à ça d'ati à ne pas connaître folk aing. Il y a toi, quand il y a ça là dans à ça notre langue du sud dans l'as moi mon petit bête de Libye nous on écoute moi à l'as il y a une loi hier photo ben il existe maintenant photo moro à l'as moi de le hostel. Namiere tak amana aksi fu 5 yara ma aksi fu 10 yari ete wan kans fu set ala sansa adu faye sheng ne data no ma woroko dat ano ma woroko se mi metegile fasande we shi de san minam de man se wakana her ko de lontu wat ala se paye go yere dat no ma manisim gwe ana uso manisim gwe i se refesi va de san de to après a kouche sakanda ala sani e go ina presi en plus no asman no ma go mitena kabina de fa de gwa brosek dabe de unu wan wan president sang euroko rasis wan president sang katak nanga las ma wa dal mo ro biyo kasira taka nga des ma ko manou bona kamina da no dine ma ma bareken ya to de ce sa wan taki president eto wan leisi yi andak na folo ko na folo ke poti ma atori va strom mi sem no de is mino maru na man mi no de instant sa de sam da torok on yo kiru na felom to ya kiru na felom. Et puis, il y a un petit peu de temps. Il n'y a pas de temps. Il y a un petit peu 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 de temps. Ja, ja. Is er een vie? Grand dank je vie. Zo, dan gaan we even gewoon op de markt. We gaan even op de markt. We gaan Luco Bruin zien hoe het eruit ziet.
Maar Surinaams gaat niet altijd even goed, maar still going strong. Goeiedag mevrouw. Mag ik u wat vragen stellen? Liever niet. Maar mevrouw, kijkt u. Die staak is staak. Wat vindt u daarvan? Ja, ze moeten geheel en al staken. A heer kon er moest staken, want kopinaar. Vooral de kopot van 500 naar 200. Je weet niet waar je ermee moet. Het is voor ons zo verserend. Maar ja. Maar de president heeft gezegd, hij heeft Suriname gered. Nou, hij zal het wel beter weten, want ik zit niet daar. Hij zit daar, hij weet wat hij doet. Maar wij als volk, mensen onder hem, we voelen het, want het is echt zwaar. Dus je bent wel eens met de staking? Er is geen ander alternatief, want als praten niet helpt, dan moet er gestaakt worden. Je kan die mensen niet verkwalgen, want... Ze moeten eten wanneer je tegenwoordig met 100 naar de winkel gaat. Je koopt maar een pak brood, je kan geen beleg kopen. En de mensen moeten dan wat doen om aandacht te trekken, zodat ze worden geholpen. Ja, maar u bent ondernemer. Merkt u het verschil van een aantal jaren geleden of van, ik weet niet? Het is zeer duidelijk. Wij verkopen bijna niks meer. We komen met de hoop dat we wat kunnen verkopen, maar we verkopen bijna niks meer. En onze situatie in deze markt, als je boven kijkt, spinnen rap en alles. Er is geen ventilatie. Het is net als je gewoon gevangen is omdat je moet eten. Ik zou echt... Nee hoor, dit is te veel geworden. Het is zwaar geworden. Maar heeft u wel... Wie gaat eigenlijk over deze markt? Ik zou niet weten. Ik denk dat het RO is hoor. We hebben altijd geprobeerd om verandering. We betalen elke maand de standgeld. Maar dan moet er toch wat tegemoet komen aan ons, toch? Men moet iets doen zodat wij ook tevreden kunnen zijn. Maar wanneer het 10 uur na 10 uur, het is zo verschrikkelijk warm. Als het regent, de markt lekt, oké, ze willen ons van hier weghalen. Misschien daardoor doen ze niks om... Daardoor doen ze niks om dit voor ons te verbeteren. Mm-hmm. Oh, dank u wel, mevrouw. Ik hoop dat de heer Sandy ziet ook over de markt dat Kafaya toen ziet. En dat ze er wat aan moeten doen. Want het is asbest dat boven ons hier is. Dus daar moet je toch wat eraan doen. We kunnen niet zo blijven. We weten wel dat er een dag komt dat wij moeten verhuizen. Maar bouw, creëer een andere plaats voor ons, zodat wij kunnen gaan en leefbaar is. Maar hier is echt niet hoor, hier is gewoon een puinhoop. Oké, mevrouw, dank u wel voor uw bijdrage hoor. Wie zien nog wel wat niet, maar toch iets takkietjes. Dank u wel. Zo, dan lopen we verder. U heeft het gehoord, al die tijd asbest boven. Het is te warm, dus... Ja, zo hoort u dat ook weer. Zo, ik zie ook een mevrouw hier. Goeiedag mevrouw. Goedemorgen. De Suriname staakt. Ze hebben toch gelijk mevrouw. Maar hoe vindt u, werkt u er wat van? Als ik er wat van merk. Surinamers, we kletsen alleen maar op Facebook. Dat is alles. Maar ja, Tide, dit is mijn staak. Ik heb gehoord dat staatsbussen rijden niet, want toen is mijn viering. Om eerlijk te zeggen, ik ben niet over straat gegaan. Ik ben regelrecht naar mijn werk gekomen. Maar vanochtend merkte ik wel in het verkeer van, het is rustig. Dus ik denk dat ze misschien gehoor aan die staking hebben gegeven. Er is staking voor vandaag en morgen. Vindt u dat genoeg? Of lijkt het genoeg? Het ligt eraan hoe ze staken. Als ze met harde power aan tegen gaan, dan misschien zijn die 2 dagen dan genoeg. En nog iets, de president heeft gezegd hij heeft Suriname... Over hem wil ik niet horen, want hij heeft Suriname niet gered. Hij heeft Suriname, Suriname in de put gezet. Chan, je had gezegd tegen het volk van, Bouterse moet niet naar IMF.
Maar u bent al in de derde of vierde tranche van IMF geweest. Wie houdt u voor de gek, president? Ja, dat is... Maar hij zegt, hij heeft Suriname gered. Nee, waarmee? Die mensen zijn in de put, die mensen pinaren. Die mensen hebben honger. Die mensen kunnen niets meer vrijkopen. Hoe heeft hij Suriname gered? Waarmee? Laat hij vertellen waarmee hij Suriname heeft gered. President, als u mij dat kunt vertellen, hoe u Suriname heeft gered, dat vind ik het top van u. Dat u komt uitleggen hoe u Suriname gered heeft. Ik heb begrepen, hij heeft nog voor 5 jaar gevraagd, maar hij heeft voor 10 jaar gevraagd. Oh. Nou, dan gaat het volk zand eten straks. Als hij nu nog voor 5 jaar vraagt, eet het volk 2025 zand. En hoe gaat het hier op de markt? Ziet u verschil? Slecht. Slecht. Koopkracht helemaal achteruit gegaan. Het is niets meer. Ik doe mijn best elke dag. Omdat ik niet kan gaan zitten wachten op Chan. Dus ik kom elke dag mijn best doen. Maar koopkracht slecht. Nee, is goed mevrouw. Dan hebben we dat ook vernomen. En ik heb iets. Ik wil de VP wat vragen. VP, stel je volk niet teleur. Anders word jij morgen door het volk teleurgesteld. Omdat je steeds zegt van, samenwerking met VAP ga je door blijven doen. Moet je niet doen, VP. Verkeerde beslissing van jou. Oké, dank u wel mevrouw. Dat heeft u dus mogen horen. We gaan nog kijken of we iemand kunnen spreken. Dank u wel. Goeiedag. Mag ik ook een paar vragen stellen? Mevrouw? Ik wil u een vraag stellen. Suriname staakt. Wat vindt u daarvan? Suriname staakt? Ja, wat moet ik zeggen? Vindt u het goed? Want het gaat over de... Het is ook niet goed voor die kinderen. Als een land geen ontwikkeling en die kinderen hebben geen scholing, gaat het nooit goed gaan in een land. Maar wat vindt u van de verhoogde stroomtarieven? Heel erg. Merkt u het ook? Jawel, jawel. Want ik betaalde vroeger zelf 55 SRD. Nu betaal ik 6,50, 7,50. Het is erg. Ja. Maar komt u dan nog wel uit? Ik kom niet uit hoor. Omdat ik steun krijg, dan kan ik het even nog redden. Maar als ik geen steun krijg, dan was ik gewoon misschien de hele dag rondlopen op straat met mijn kinderen. Naar eten zoeken, bedelen overal. Oké, mevrouw. Het lukt wel. Het lukt nog. Het lukt nog. Ja. Oké, dank u wel mevrouw. Zo, we gaan gewoon even kijken of we toch nog iemand kunnen spreken. Even kijken, misschien deze meneer. Mag ik u wat vragen? Nee, mag ik u niks vragen? Waarom niet? Ik ben aan het werk daar. Ja, maar jij, u staakt niet, maar de rest van Suriname staakt zo'n beetje, maar u niet. Hé, zo. Mevrouw, mag ik u een vraag stellen? Nou, sommige mensen willen wel wat zeggen, andere mensen niet. Ik denk dat we het voor nu even gaan afronden. Of we staan op de Brunsies en de mensen hebben zo gezegd van ja, het is moeilijk. Ze zijn het wel eens met de staking die er plaatsvindt. Ze kunnen niet zien hoe de president het land heeft gered. Nou, ik ben Natasja Conrad, achter de camera Berto. Fijne dag.